een servies bij dat ik gekocht heb een twintigtal jaar geleden op een rommelmarkt. Waarom specifiek heb je dit gekocht? Omdat ik het mooi vond. Ik vond het ontwerp mooi, de kleuren, de vorm. En is dat iets dat je dagelijks gebruikt? Nee, het wordt niet gebruikt. Oké. Okay. Dus het zit ergens veilig opgeborgen? Ja, op zolder. Op zolder. Ja. We zien hier dat de vormgeving echt naar de jaren 50 gaat en dan specifiek rond 58. Het is ook een servies die op de expo van 58 werd verkocht en die vanuit dat moment verspreid geweest is over België. De meeste stukken zijn normaal gestempeld, dus we gaan dit eens bekijken. Ja, we zien duidelijk de stempel van Bock La Louvière. Ja. Fabrikant die al sinds de 19e eeuw gespecialiseerd is in alles wat keramiek is. Heel, heel bekend. Ook verzameld over heel de wereld. Is dat een compleet service? Ja, het is koffie en eetservice. Ja, en telkens 6 van elk? 12. 12 van elk. Ja. En volledig, volledig compleet. Volledig. Want dat is belangrijk na verzamelaars toe. En wat heb je ervoor betaald? Weet je dat nog? 500 frank. Dus 12, ja. Om er een prijs op te plakken, wat je er zou voor betalen, rekening houden dat je van die stukken toch telkens 12 hebt, misschien nog een paar andere grote stukken, komen toch uit aan een 600, 700 euro voor het complete service. Dus vooral in vergelijking met de 12,50 euro dat u toen voor betaald heeft, was toch wel een goede investering. Ja. En zeker de moeite om het bewaard te hebben. Ja, ik ben tevreden over de prijs. Goed nieuws. Ja. Ja. Ja, ik had dat niet gedacht. Voilà.